Het duel tussen Huizen en HGC begon met een minuut stilte. Ter nagedachtenis aan de overleden Ton Langehuizen, de vader van Vincent Langehuizen, de aanvoerder van de HGC Heren. Dan de wedstrijd, HGC in het zwart tegen Huizen. Eerder dit seizoen eindigde het duel in Wassenaar in een 5-0 overwinning voor HGC. Nu de eerste kans voor de ploeg uit Wassenaar. Levert hier een strafcorner op voor de ploeg van coach Bas Bogaert. De kop van de cirkel, de Schotse Amy Costello. En via de voet van Van Kesteren gaat die bal in het doel achter keepster Osborne. En zo is het 1-0 voor HGC uit deze strafcorner. Haar 7e treffer van dit seizoen voor de Schotse international Amy Costello. Even later weer een corner. En wederom is het de ongelukkige Van Kesteren die de bal via haar stick in het doel ziet belanden achter keepster Osborne. Maar het is binnen een paar minuten is het 2-0 voor HGC. Twee treffers van deze Schotse Amy Costello. 2-0 dus. Dan probeert Huizen, dat nog geen wedstrijd won dit seizoen, iets terug te doen. Dit is een goede actie van Van Kesteren. Bal aan de zijkant wordt voorgegeven door Lutmer. En dan is het Van Kesteren oog in oog met Ter Kuilen. Maar die komt goed het doel uit, deze keepster van HGC. Zij traint mee met de Nederlands elftalselectie van de nieuwe bondscoach Raoul Ere. Pakt deze bal goed, die inzet van Van Kesteren. Dan vlak voor het einde van het tweede kwart. Paas op Julie Sietsema op de kop van de cirkel. Helemaal vrij, kan ze uithalen met de backhand. En scoort de 3-0. Haar tweede van het seizoen. Goeie goal van Julie Sietsema. Scoort niet veel, maar dit is een prima goal met die backhand. Passeert zij Osborne in de lange hoek. Zo 3-0. Dat is ook de ruststand in Huizen. Dit zijn beelden uit het derde kwart. Goeie aanval van HGC. Dan is het uiteindelijk de bal die voorkomt en ingetikt wordt door Joosje Rijpstra. Zij brengt stand op 4-0. Het is haar 4e treffer van dit seizoen, Joosje Rijpstra. Goeie aanval van HGC over de linkerkant. Dan is het het intikken van Rijpstra, betekent 4-0. Hier nog een keer dat moment, goede voorzet en attent gereageerd door Rijpstra. Dan in het 4e kwart, dit moment. Het is de aanname van Noah van Leer. En dan een flinke botsing daar. Van Leer ligt op de grond met pijn in de schouder. Moet ook het veld verlaten. Hier zien we nog een keer die val van Noah van Leer. Ja, ongelukkig aangetikt. Dan moet zij het veld verlaten met een armblessure. Kan niet meer verder spelen in dat laatste gedeelte van het 4e kwart. Daarin krijgt Huizen wel de kans op de eretreffer. Het is een strafcorner. Ingetikt door Anne Verbeek. Maar die gaat keihard op de paal. Naast Sophie Ter Kuilen. Wat een pech voor Huizen. Hier nog een keer die goede inzet van Verbeek. Maar de paal brengt redding voor HGC. Huizen dat slechts 4 goals maakte in de 13 wedstrijden tot nu toe. Want in de laatste minuut is dit een goede actie van Tessel Huibrechtse. Gaat goed de cirkel binnen en vindt daar de helemaal vrijstaande Vee Muiderman. En zij brengt de eindstand op 5-0. Haar eerste treffer van de competitie voor deze Vee Muiderman. Maar de actie was natuurlijk prima van deze Tessel Huibrechtse. Gaat goed de cirkel binnen en dan is het Muiderman die de 5-0 maakt. HGC wint afgetekend van Huizen met 5-0 en gaat als 8e de winterstop in. Huizen blijft hekkensluiter met 1 punt uit 13 duels.